Waar vroeger Fort Kraaienhof lag, komt een nieuw wijkpark. Nu ligt er nog een verouderd industrieterrein, maar binnenkort vereist hier de meest groene woonomgeving van Nijmegen. Dit is een van de punten in die nieuwbouw waar je kan zeggen, ik maak een nieuwe wijk. Maar ik laat ook het verleden van die wijk zichtbaar worden in de nieuwe wijk. En dat zou hier heel goed kunnen. Ja, nu is het één grote asfaltvlakte waar we op staan. Maar ronder op een oppervlak, zeker twee voetbalvelden groot, lag 200 jaar geleden ongeveer is hier het Fort Kraaienhof gebouwd. Dat is een groot fort, ver buiten de toenmalige binnenstad, wat nu de binnenstad is. En dat had een belangrijke functie in de Nederlandse verdediging tegen het Franse en Duitse gevaar. En dat heeft hier gelegen tot 1930 ongeveer. En toen moest het plaatsmaken voor de industrie. Maar er zijn dus nog grote resten ondergronds bewaard gebleven. Wat wij willen is dat er dus op deze plek een heel mooi park ontstaat. Een heel groen gedeelte. En dat groene parkje, dat zou dus ook een cultuurhistorische waarde moeten hebben. De identiteit die wij dus vanuit het verleden kennen, die willen we terugzien. Dus we willen een aangename plek voor de wijk. We snappen dat er geld verdiend moet worden. Daardoor is de bebouwing gepland. Maar we willen dat die bebouwing zoveel mogelijk dienstbaar is aan het verleden. Dus het fort gedeelte, de geschiedenis, moet zo duidelijk mogelijk naar voren komen. Wat wij nu willen, is dat dat vierkant fort, waar nog grote stukken ondergronds bewaard zijn gebleven, en dat bastion, dat ronde bastion in het midden, dat die gedeeltelijk worden hersteld. En dat wat de gemeente hier van plan is te bouwen, dat zich daar naar richt. Dat die vormen gebruikt. Dat probeert dat ronde bastion en dat beeld van die vierkante omwalling en ommuring, om dat weer tot leven te brengen. Er moet dus ook een duidelijke educatieve poot bij zijn. We willen duidelijk maken een omgeving dat je dus op deze plek vroeger kon uitkijken over de stad. En dat dit als verdediging kon werken, dit gebied. Je zit pal langs de Waal, je kunt aan alle kanten kijken. Dat willen we houden, die zichtlijnen willen we houden. We willen ook duidelijk maken aan de mensen die hier komen dat deze locatie dus de moeite waard is om te bekijken. We willen ook beleving, dus je moet ook kunnen lopen. Je moet op een verhoging kunnen lopen. Je moet naar beneden de diepte van het park kunnen ervaren. Dus dat gevoel wat je vroeger had als plekje om je te verschuilen of om je te verzamelen ter verdediging, dat moet je eigenlijk ook in de toekomst weer kunnen voelen.